Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza en het is een zeer zomers weerbericht. Boven Duitsland veel wolken, boven de Britse eilanden veel wolken. Maar wij zitten ertussenin en we hebben te maken met volop zonneschijn. Vanochtend schijnt de zon dus al volop, er is amper een wolkje aan de hemel te vinden. De temperatuur gaat rap omhoog. De waarden die we hier zien, die hebben ongeveer rond een uur of tien. Vanmiddag dan. Hier en daar een stapelwolkje of wat hogere sluierwolken, maar de zon blijft flink schijnen. En die 22 graden, dat hebben we om een uur of twee. En tegen de avond dan is het op veel plaatsen 25 graden. Ook vanavond nog lang aangenaam, rond zonsondergang is het een graad of 20. En later in de avond komt het kwikker dan iets onder. De wind waait uit het zuidoosten, maar op de Waddeneilanden staat een noordoostenwind. Die houdt de temperatuur daar vandaag wat lager. Morgen zijn er meer wolken, maar de temperaturen gaan omhoog. 22 tot 25, op veel plaatsen ook 27 graden. Maar in de namiddag en avond neemt langs de westkust de kans op een bui toe. Woensdag gaan er op meer plaatsen buien vallen. En het hangt van de tijd van de buien af hoe warm het gaat worden. Als ze laat op de dag worden, wordt het in het Noordoosten misschien nog 28 tot 30 graden. Donderdag en vrijdag is de warme lucht dan echt verdreven. En vrijdag op veel plaatsen 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl